Yo mensen, tof dat kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOR1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Feyenoord Care Mode. En vandaag twee wedstrijden die gaan spelen voor jullie. Dit is de wedstrijd tegen PSV en de wedstrijd tegen Barcelona. En de wedstrijd tegen Emmen en Excelsior. Simuleer ik voor jullie. Dus wat vandaag gaan jullie zien? Ja, de wedstrijd tegen PSV. En ik zou zeggen, laten we kijken hoe het gaat worden. En ik zou zeggen, let's go! En PSV die zoekt de aanval. Wij hebben de bal afgepakt met IE Palacios. Palacios, een onderschepping weer van Pereiro. Fabra, Malen, Fabra. Wij zitten ertussen, Kaarsdorp, goede onderschepping, wel de ingooi voor PSV. Fabra. Kaarsdorp weer goed, Sinisterra, Kaarsdorp. Krijgt hem niet bij Filena. Pereiro, PSV de bal weer, Rosario. Gutierrez, Rosario. Pereiro, Rosario. Het gaat over en weer hier, Pereiro en Rosario, Romero en onderschepping hier, Kokju. Nu Feyenoord misschien, Kokju, Jansen. Jansen, Boetjes, Boetjes op snelheid nu, Boetjes is te langs bijna. Kan hij hem voorgeven, Jean-Paul Boetjes. Hij geeft hem voor richting Jansen, kopbal maar in de handen van Understal. Ja, dan komt PSV er misschien uit. Nee, onderschepping door Feyenoord, Bijlo. Ziet de bal weg, maar Jansen krijgt de bal niet bij Sinisterra. Dus de bal weer voor PSV. Dinsdag komt natuurlijk 24 uit. Dat is jullie dinsdag weer. Dus deze dagen zijn de laatste dagen van de Care Mode van 24-19. Dus geniet er nog van. Dinsdag 24. Hier is de bal met de hoekschop voor PSV. Ook eindelijk onze eigen coach maken. Wat prettig is dat. PSV gaat hier de kans krijgen nog, denk ik. Vlak voor dus 30 minuten gespeeld. Fabra. Een onderschepping hier. Kokju. Vincent Jansen. Jansen geeft hem voor richting Boetjes. Jean-Paul Boetjes. Kappen. Schieten. En de bal te laat. Dan zit het ook niet mee voor Feyenoord. Bal nog binnengehouden hier, maar niet bij Kokju. Bal in de handen van Understal. Tweede helft is begonnen. 46 minuten. Wat Feyenoord gelijk de aanval zoekt. Kokju. Jean-Paul Boetjes. Feyenoord steeds op een 0-0 stand hier. Boetjes, goede voorzet en hij zit erin. Het is 1-0. Het is Orkan Kokju. Die Feyenoord op een 1-0 voorsprong zet. En zo staan we voor in de Kuip tegen PSV. Orkan Kokju met het doelpunt. En we gaan verder. 3 doelpunten in de Eredivisie voor Kokju. En er staat 1-0. PSV nu met de aftrap. Lozano. Pereiro. Rosario. Romero. Het zijn veel mensen die op Ero eindigen. Romero, Pereiro, onderschepping, Kokju, Malen, Kaarsdorp, krijgt hem niet bij, volgens mij was dat Jan Maatja, want hij heeft erin gezet. Hier komt Lozano met de kans en zo is het zomaar 1-1. Hij kapte goed weg bij de verdedigers van Feyenoord en het staat weer gelijk. Feyenoord moet de aanval weer gaan zoeken. Jan Maat, wie kwam erin voor Sinisterra? Nu dus een soort aanval, dus Jansen. Nog een kans. Schot maar de bal gered door Understal. Schot van Boetjes. Wordt gered. 1-1 nog steeds. 56e minuut. Hoekschop genomen. Richting Geertruida. Bal weggewerkt. Valenzuela vangt de bal op. Goeie pas op Kokju. Filena. Janmaat. Komt er niet langs. Janmaat nu natuurlijk op positie die normaal niet speelt. Normaal zit hij rechts achter. Nu staat hij rechts back. Rechts voor. Ik heb hem dan neergezet omdat ik kijken hoe hij doet. Want hij is ook goed in aanvallend opzicht, Jan Maat. Ik dacht kijken hoe hij het op die positie kan doen. Tot nu toe niet zo goed. 70ste minuut. Nog steeds 1-1. Feyenoord moet een voorsprong krijgen. PSV gaat hier kans maken op de 2-1. Die gaat er komen. Gutierrez, Rosario. Wie gaat er schieten? Romero. Lozano met zijn tweede. Ja. Feyenoord staat achter met 2-1. Maar Castillo staat langs de zijlijn om in te vallen. Is maakt Lozano zijn tweede van de wedstrijd en is het 2-1. Komt Feyenoord nog uit. 81 minuut. Mooi voorzet op Kokju. Bal net hard voor Understal hier nu. Had het zomaar weer 2-2 kunnen zijn. Maar Feyenoord zit op een 2-1 achterstand. En voor de koppositie is dat niet zo goed als Feyenoord hier verliest in de eigen Kuip. Castaños. Krijgt hij de bal er nog goed voor? Castaños. Ja, goed. Goed gedaan. Kokju. En het doelpunt. Het is 2-2.
En weer Orkan Kokcu, zijn tweede van de wedstrijd. Ook hij maakte twee. Twee keer Lozano bij PSV en twee keer Kokcu bij Feyenoord. Maar Her komt erin. Voor Boetjes. En Castaño is ook weer belangrijk, want hij gaf die voorzet. Die paas op Kokcu. En dan zorgt Kokcu ervoor dat hij hem goed binnenschiet. En zo komt Feyenoord op gelijke hoogte. Vlak voor tijd. En is deze wedstrijd gespeeld. Want wint Feyenoord met 2-2. Nee, speelt Feyenoord gelijk met 2-2 tegen PSV. En gaan wij door naar de wedstrijd die ik voor u ga simuleren tegen FC Emmen. Simuleren met het tweede elftal. Redelijk, een beetje eigenlijk. Boetjes staat erin en zo. Maar maakt niet uit. En we kijken hoe het gaat. Kwartier gespeeld 0-0. 20 minuten gespeeld 0-0. 25 gele kaart. Ja, 1-0 voor. 2-0 voor. Van Hooijdonk en Castaños. Gemiste strafschop van Hooijdonk. Wissel bij Emmen. Wissel bij ons. Burger erin. Kwartier nog te gaan. Wissels ook bij ons weer. Jansen komt erin. En die scoort in de strafschop. En dat betekent dat we op 3-0 overwinning van Emmen tegen Emmen. En we gaan door tegen Barcelona. De tweede keer dat we Barcelona treffen in de pool. Jullie weten wat de eerste keer is geworden. We gaan nou de tweede keer tegen Barcelona spelen. En we gaan kijken hoe we het kunnen doen tegen Barcelona. Ik zou zeggen, let's go. Ja, en zo hebben we hier Dembele nu. Barcelona de eerste kwartier gevaarlijk. Tackle van Feyenoord. Goede tackle. Nee, een vrije trap. Ja, een vrije trap voor Barcelona. Genomen door Son. Maakte de strafschop in de Kuip. Hier komt ze met een goede vrije trap. Bal weggewerkt. Palacios. Goede bal op Jansen. Feyenoord nu eruit. Jansen. Boetjes, ja. Boetjes, versnelheid. Ja, de versnelling van Boetjes is een fout. Een wapen bij Feyenoord. Boetjes geeft hem voor. Bal weggekopt. En is er nog een corner. Waar niks uit kan. Want het zit ondertussen in de 17e minuut. Busquets. Son. Busquets. Frenkie de Jong. Goede paas op Son. Dan moet Feyenoord gaan verdedigen. Frenkie de Jong terug naar achteren. De Jong weer. Oh ja, veel te laat. Frenkie de Jong met een mooie kapbeweging. Maar in de handen van Bijlo. Goed gered door de keeper van Feyenoord. Jansen. Krijgt hem niet bij een medespeler. Hier onderschep ik van Kokcu. Boetjes. Doet het mooi, maar de bal hier voor Barcelona. En een harde tackle van Jansen op Busquets. Maar mag doorgespeeld worden, omdat Barcelona de bal houdt. En zo is het nog steeds de 0-0 stand natuurlijk. 34e minuut. Trippier. Boetjes zet druk. Bal bij Arthur. Son, Dembele, Son. Het blijft nu een ingooi. Jansen krijgt nog de gele kaart op de overtreding op Busquets. Geel voor de spits van Feyenoord. Moet dus oppassen. Zit hem tussen de 42 minuten, vlak voor rust. Kan er nog een voorsprong komen? Filena. Goede paas op Sinisterra. Sinisterra, de redding van de doelman. Deze bal op de paal voor Kokcu. Daar zit het ook niet mee bij Feyenoord. Gemist door Sinisterra, want hij werd gered door Ter Stegen. En de paal geraakt door Kokcu. Die zo belangrijk was tegen PSV met zijn twee doelpunten. Krijgt hem hier niet in. Extra tijd is ingegaan. 3 minuten in deze eerste helft. Is veel voor de eerste helft. Barcelona misschien nog. Nee, Feyenoord onderschept Boetjes. En dan is denk ik de eerste helft wel zo voorbij. Ja. De eerste helft is 0-0 geëindigd. Van kijken wat de tweede helft wordt. Als Kokcu hier de bal heeft. Kokcu. Gaat hij hem voor krijgen? Kokcu. Kokcu. Goede voorzet. En Palacios loopt de bal erin. Of loopt erin. Hij komt goed inlopen. En hij schiet de bal erin. Prachtige aankoop die ik heb gedaan. Als het in 24 ook is, ga ik hem zeker halen. Want deze aankoop vind ik echt goed en echt leuk om mee te spelen. Palacios. Hier komt Barcelona nog een paar keer met de voorzetten. Sinisterra. Nu de aanval weer met Kokcu. Kokcu. Goeie paas op Boetjes. Boetjes weer op snelheid. Ja, de snelheid van Boetjes is een feit hier. Boetjes opnieuw voorgeven. Kappen en voorgeven. Ook goed. Kokcu kan de bal niet volkoppen. Valenzuela kan de bal ook niet opvangen. Dembele. Rakitic, onderschepping weer hier. Kokcu. Palacios, nou hij maakt al een goal. En hier gaat de bal niet voor een vrije trap. Barcelona maar doorspelen. Arthur. Son. Rakitic. Busquets. Rakitic, Busquets. Alba. Rakitic. Busquets. Son. En Coutinho. Karsdorp in de achtervolging. Karsdorp, nee. IE, goed weggewerkt. Of Geertruida. Eén van de twee. Ik let hier op de naam. Hier wel, IE. Valenzuela. Heel veel Feyenoord komen ze hier toch nog uit. Kokcu.
paas nu geven. Dat gebeurt op Sinisterra. Sinisterra ook met zijn snelheid goed. Maar hij geeft gelijk een Kokcu. Kokcu geeft hem gelijk aan Castaños. En Castaños aan Palacios. Nou, die maakte al de 1-0. Kan die ook de 2-0 binnenschieten? Ja, het is 2-0. Over en uit voor Barça. Feyenoord lijkt deze wedstrijd te winnen. Met een 2-0 overwinning. Want Palacios maakt zijn tweede. En dat is hij toch ook zo belangrijk. Waar mijn herde ingekomen is voor Kokcu, is deze wedstrijd bijna voorbij. En wil ik het even echt anders over hebben met jullie. Jullie hebben natuurlijk een verschrikkelijke nieuws gehoord over Fernando Riksen. Hij is de strijd met ALS verloren na zoveel jaar. Een legend van het voetbal. Een legend van de Rangers, AZ, Nederlands elftal. Fortuna Sittard, als ik me niet vergis. Aan het eind van deze video heb ik een korte video gemaakt. Of een korte video, gewoon een paar beelden van Fernando Riksen achter elkaar gezet. In slow motion met muziek. Om deze legend te eren. Dus het eind van deze video. Geen outro. Maar een videootje over Fernando Riksen. Deze wedstrijd is bijna afgelopen. We winnen we met 2-0. Deze aflevering is dus voor Fernando Riksen. Eind van deze aflevering heb ik dus de beelden die ik heb aan elkaar gezet. En muziekje eronder. Aan de legend van het voetbal die zijn strijd helaas verloren is tegen ALS. De wedstrijd tegen Excelsior winnen met 4-0. Ik bedank je voor het kijken naar deze video. Druk op duimpje omhoog niet gedaan. En dan zeg ik zoals tijd als nu. Later.